We kennen Jan Hendricks natuurlijk van zijn spel bij de meest populaire band uit de jaren 80, Doe Maar. Maar deze periode is verrassend kort in vergelijking met alle bands en projecten die ervoor en erna kwamen. Van CCC Inc. tot Boudewijn de Groot en van Chockvol tot zijn eigen duo Rien ne va plus. En dan is gitaar nog niet eens zijn grote liefde. Hij wilde eigenlijk bassist worden. In het kader van het project van B.J. Baartmans, Snarenplukkers in Wildverband, en in samenwerking met Stagecoach Sessions, interviewden we Jan in de Schouwburg in Kuik. Is dit alle wat er is?